Na het uitspreken van mijn nieuwjaarsboodschap wil ik, ondanks dat het dit jaar anders is dan gebruikelijk, toch zeker ook van de gelegenheid gebruik maken om een aantal van onze inwoners in het zonnetje te zetten. En dat betreft inwoners die een bijzondere prestatie hebben geleverd op nationaal niveau. En zij zijn immers een fantastisch mooi visitekaartje voor onze gemeente en verdienen dan ook zeker onze waardering. En het is bijzonder mooi dat, ondanks dat veel sportwedstrijden afgelopen jaar niet door kunnen gaan, het in 2020 toch ook weer gouden medailles regende bij onze Baarlense, Majorette en Twirling. Het Nederlands kampioenschap dat vond namelijk plaats in januari, toen corona ons land nog niet bereikt had. En ik vernoem hen hier heel graag. En dat zijn onder andere Anne Vermeeren, Daphne Timmermans en Sanne Kusters van muziekvereniging Sint-Remy. Zij behaalden goud op het onderdeel freestyle en 4-team. Samen met hun teamgenoten Britt Koolmans uit Baarle-Hertog en Pien de Jong uit Kaam. Daphne die won ook een gouden medaille op het onderdeel N4 solo. Floortje Verdaasdonk van Vlijt en Volharding die haalde goud met haar solo Sterparade Jeugd 1. Eline Verdaasdonk die werd ook Nederlands kampioen op het onderdeel artistiek programma Jeugd 3 Basis Ensemble samen met haar 3 teamgenoten. Van TSVB Etteleur werd Bo de Leeuw Nederlands kampioen op het onderdeel Artistic Pair Senior N3. En Tess Moelands behaalde goud met haar solo Freestyle Junior N2. En samen met Chloe Staes uit Baarle-Hertog won ze nog 2 gouden medailles. Met team Freestyle Junior N3 en duo Freestyle Junior N3. Ze werden daarbij ook nog eens bekroond met de most outstanding performance van de hele dag en mochten extra optreden. Ik wil jullie namens de gemeente Baarle-Nassau van harte feliciteren met deze bijzondere prestaties. We zijn uiteraard heel trots op jullie, op onze kampioenen. Want jullie zijn zoals gezegd een prachtig visitekaartje voor onze bruisende gemeente. Vanwege de coronamaatregelen heb ik jullie helaas nog geen oorkonde uit kunnen reiken. Maar dat houden jullie zeker te goed. Nogmaals, van harte proficiat.